Woorden van Jezus aan het kruis. De tekstwoorden boven deze overdenking vinden we in Johannes, het negentiende hoofdstuk, de versen 17 en 18. En hij, dragende zijn kruis, ging uit naar de plaats genaamd hoofdschedelplaats, welke in het Hebreeuws genaamd wordt Golgotha, alwaar zij hem kruisten, en met hem twee anderen, aan elke zijde een. En Jezus in het midden. In de achterliggende tijd hebben we nagedacht over de woorden van de Heer Jezus met als uitgangspunt het Evangelie van Matthäus. We hebben ontdekt dat als we de andere evangelieën naast leggen, de Evangelieën elkaar niet tegenspreken, maar aanvullen, maar ook dat we het geheel aan Evangelieën nodig hebben om het complete verhaal te zien. We hebben ontdekt hoe zegerijk het is om de woorden van Jezus te overdenken. Ons daarover te verwonderen en ons leven daarnaar te richten. We hebben nagedacht over de woorden die hij sprak, terwijl het bittere lijden hem tot bloedens toe beangstte. Ook hoe hij als een lam ter slachting werd geleid en voor Annas, Caiaphas, Pilatus en Herodes moest verschijnen, die hem als rechtvaardig hebben geoordeeld, terwijl hij, als een schaap dat stom was voor het aangezicht van zijn scheeres, zijn mond niet opendeed. Toch heeft Pilatus. Onder druk van het Joodse volk, Jezus als de koning der Joden overgeleverd, om gekruisigd te worden. Er staat geschreven: vervloekt is een ieder die niet blijft in dat wat geschreven staat in het boek der wet, om dat te doen. Heel de wereld ligt verloren in zonde en schuld. Vijanden van God, die uit zichzelf niet naar God zoeken of vragen, maar verkiezen te wandelen naar eigen keuzes, worden geroepen om zich. Af te keren van de weg die leidt tot het verderf en te zien op het Lam Gods dat de zonde de wereld wegneemt. Heel de mensheid is van God afgekeerd en gaat gebukt onder de gevolgen van de zonde. De zegen van God is veracht, waardoor de vloek gekomen is over alle mensen. Hoe heerlijk is dan de blijde boodschap dat God gedachten van vrede heeft gehad en niet van kwaad. Hij zelf is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren is. Vervloekt is een ieder die aan het hout hangt. Zo leert ons de heilige wet van God. En daar op Golgotha zien we de Zoon van God, Christus, de gezalfde, geworden tot een vloek om ons van de vloek der wet te verlossen. Daar aan het vloekhout op Golgotha hangt hij die de hemel en aarde schiep en alle macht heeft in hemel en op aarde. Hij die heel de mensheid in één woord kon vernietigen, verkoos zichzelf te offeren, opdat vijanden kinderen God zouden worden. Daar aan dat kruis nam Hij de onschuldige en rechtvaardige de plaats in van de schuldige. Hij onderging vrijwillig dit smartelijke lijden, waar de toren van God over de zonde Hem verbrijzelde. Nee, niemand nam zijn leven. Hij had gezegd, Niemand neemt hetzelfde van mij, maar ik leg het van mijzelf af. Ik heb macht hetzelfde af te leggen en heb macht hetzelfde wederom te nemen. Dit gebod heb ik van mijn vader ontvangen, zoals we dat lezen in Johannes 10, vers 18. Daar aan het kruis hebben woorden van onze gezegende heiland geklonken en die woorden willen wij overdenken, met ons meedragen en koesteren. De woorden van Jezus aan het kruis gesproken kunnen we vinden als we de vier evangelieën naast elkaar leggen. Terwijl hij daar hangt, als een verstotene van de aarde, worden zijn klederen verdeeld en gaat de profetie van Psalm 22 in vervulling. Zij hebben mijn klederen onder zich verdeeld en hebben het lot over mijn kleding geworpen. Links en rechts van hem hangen twee moordenaars waarmee ook de profetie van Jezaja 53 wordt vervuld. En hij is met de overtreders gesteld geweest. De mensen die langslopen schudden hun hoofden bij het zien van Jezus met boven zijn hoofd geschreven. Deze is Jezus, de Koning der Joden. Daar klinkt de spotroep. Gij die de tempel afbreekt en in drie dagen opbouwt, verlos uzelf. Indien gij de zonen God zijt, zo kom af van het kruis. Ook de overpriesters, de schriftgeleerden, de ouderlingen en de fariseeën spotten. Anderen heeft hij verlost. Hij kan zichzelf niet verlossen. Indien hij de koning Israëls is, dat hij nu afkomen van het kruis, en dan zullen wij hem geloven. Wat een tragedie! Hier hangt de bron van liefde, goedheid en gerechtigheid, beschimd door hen, die het volk zouden moeten voorgaan in het navolgen van Jezus. Hij heeft op God betrouwd dat hij hem nu verlossen, indien hij hem wel wil, want hij heeft gezegd: Ik ben Gods zoon. Al die indiens, getuigen van hun ongeloof, en zijn niets dan een godslastelijk tarte van God tot in het diepst van zijn wezen. Ja, zelfs de moordenaars aan het kruis schromen niet om in het laatste uur van hun leven te spotten met Jezus, de Koning der Joden. Wat zien we hier de zwartheid van het menselijk bestaan? Hoe diep is toch de mens gevallen en wat is zij als ze de zonde van het hart uitleeft? Daar klinkt de stem van Jezus vanaf het kruis: Vader, vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen. In plaats van een schreeuw om vuur van de hemel, pleit hij om vergeving voor hen, die in zijn ogen niet weten wat ze doen. O, hoe heerlijk is toch dit gebed! Wie van ons kan hier geen troost uitputten? Het waren niet zozeer de hamerslagen van de Romeinen. Die door de joden verworpen en overgeleverde Jezus aan het kruis hebben genageld? Nee, het waren niet zozeer de doornen die zijn hoofd doorwonden, die het lijden voor hem zo zwaar maakten. Nee, ook niet de bespottingen van de leiders van het volk. Het waren onze zonden die hem daar deden lijden. En ook om onze zonden riep hij daar: Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Kom, vrienden, hebt goede moed. Niemand heeft te veel gezondigd. Niemand hoeft te zeggen, het is te laat. Leer van de moordenaar aan het kruis, die op het laatst tot het inzicht kwam. Ja, inzag dat hij rechtvaardig moest sterven, terwijl Jezus daar als de rechtvaardige niets verkeerd had gedaan. Hoor wat hij vanaf het kruis tot Jezus sprak. Heere, gedenk mijner, als gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn. Eén kreet vanuit zijn hart tot de middelaar Gods, die daar hing om zijn leven te geven voor de zondaren, was genoeg tot zijn behoud. Deze man geloofde dat Jezus de koning was. Hij zag met zijn stervend oog zoveel rijkdom in Jezus dat hij al stervende de zaligmaker omhelstde om nooit meer los te laten. Jezus zei tot hem: Voorwaar zeg ik u, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Wat een geluk heeft hier het hart van deze stervende zondaar doorstroomd, terwijl hij werd aangenomen door God, de Vader, als zijn kind. Vrienden, het goede moed, zie het lam Gods. Hij is niet gekomen om de wereld te veroordelen, maar om haar te behouden. Daar ziet hij zijn lieve moeder en zijn geliefde discipel Johannes. Hoor hoe zijn liefde en tedere zorg blijkt uit de woorden die hij tot hen sprak. Vrouw, zie uw zoon. En zoon, zie uw moeder. In dit smartelijke lijden draagt hij zorg voor zijn geliefde, wat op Johannes de moeder van Jezus in huis neemt. Ten tijde van het morgenoffer, om negen uur in de morgen, volgens de Joodse tijdsberekening, ten derde uren, werd Jezus aan het kruis genageld. Na drie uur lijden werd het om twaalf uur in de middag, de zesde uren, duisternis op heel de aarde. Daar, in dat duister, heeft de Zoon van God de strijd tegen de machten van de duisternis gestreden. Daar moest hij in de grote godsverlating worstelen om zondaren te bevrijden uit de machten der duisternis. Na drie uur van diepe strijd wordt het de negende uren, om drie uur in de middag weer licht. Terwijl Jezus met grote stem uitroept: Eloi, Eloi, Lama sabachtani. Wat betekent, Mijn God, Mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten? Waarom? Om ons te verlossen van de machten van de duisternis, opdat wij nooit meer van God verlaten zouden worden. Jezus wist dat het einde van het lijden gekomen was. En omdat de schrift zou vervuld worden, riep hij uit: Mij dost. Onder spotgeroep werd hem edik te drinken gegeven, zoals de profeet het had voorzegd: Ja, zij hebben mij gal tot spijze gegeven, en in mijn dost hebben zij mij edik te drinken gegeven. Daar hing de herde de schapen die zijn leven gaf om verloren schapen het leven te geven. Met een krachtige stem riep hij het uit: Het is volbracht. De strijd was gestreden. Dat waar al de schaduwachtige offers naar hadden gewezen, was nu tot volheid gekomen. Het lam gaf zijn leven om de zonde te verzoenen. Zijn bloed reinigt van alle zonde. Nog eenmaal klinkt de stem van de gezalfde zonen gods. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Ten tijde van het avondoffer buigt Jezus zijn hoofd en geeft de geest. O, hoe groot is onze God! Hoe volmaakt is zijn heilsplan! Daar in de eeuwigheid klonk zijn stem. Ik kom om uw wil te doen. Ik heb lust, o mijn God! Om uw welbehagen te doen. Brandoffers offers, en offers konden niet voldoen. Nee, het voorhangsel scheurde van boven naar beneden. Want met dit ene offer heeft hij in eeuwigheid volmaakt, diegenen die geheiligd worden. Vrienden, zie het lam Gods. Ja, waarlijk, Hij is Gods Zoon. Neem tot Hem voor het eerst en steeds opnieuw de toevlucht. Verblijt u in de Heere en laat zijn vrede uw harten vervullen. Nog even en hij komt. Ja, hij komt. O oh, halleluja.